Dit wordt een geile kleuter nummer 10. Want we gaan maar door, hè. Die PDF heb ik klaarstaan. Jullie hebben natuurlijk de uitzending geluisterd met professor Dr. Marco Robbesom en ik over de controversialiteit van dit werk. Want dit kan helemaal niet. Daar kan je het gewoon niet over hebben. Hè? Hier, dit is de titel. Dit is absoluut onacceptabel. Acceptabel. Hè? Ik heb net een commentaar gelezen van iemand die heet Ramin. En die zei, je bloot te veel. Nou, ik bloot niet te veel, ik zuip te veel. Voor de rest moeten mensen niet zeuren. En gewoon luisteren naar wat ik zeg. Naar de inhoud. Ja. Dit is een werk van 13 pagina's. Tel even met mij mee. Ja? Zijn paginanummering is opgesteld met open office. Ga er maar vanuit dat het klopt. Hè? Een geile kleuter, dat is de intro, die staat hier. Dat is pagina 1. Ja? Dan heb je hoofdstuk 2, de geboorte van mijn dochter, is ook pagina 1. Word je helemaal gek natuurlijk, maar dat klopt. Want hoofdstuk 2 staat op pagina 1. Ja. Hoofdstuk 9, dat is mijn mooiste hoofdstuk, vind ik zelf. Dat staat op pagina 7. Vind ik ook mooi bij elkaar passen. Seks en mijn dochter. Dan krijgen we nu hoofdstuk 10. En dan wordt het daarna interessant. Want dit is het laatste, denk ik. Hier komt Joris Demming. Die was secretaris-generaal van Justitie. Tot en met oktober 2012 of zo. Of 2013, wat was het nou? En hij had graag seks met jonge prostituees. En daarmee bedoelde hij prostituees waarbij de ballen afgedaald waren tussen de dijen. Van die balzakken. En dan wel jong. En af en toe was Joris Demming, ja, zo befangen van de schoonheid van zo'n jongetje. Dat hij echt dacht van, ja... Ik ga nu niet vragen hoe oud hij is. Maar hoe oud hij... Wie oud bist toe? Had hij moeten doen, hè? Wie oud bist toe? Want die naam staat hieronder, hè? Als ik dat hoofdstuk ga voorlezen... dan gaan jullie smeken dat ik mijn eerstvolgende uitzending... met minimaal 5 gram hash in een hashcake ook nog... en 3 liter whisky gaan doen. Oh Perry, wat praat je toch rationeel. Giet je keel vol met... stroorum. Of iets wat lijkt op rum. Hou ik tenminste mijn mond. Hebben jullie geen last van mij, hè? Gewoon een beetje zeur tegen iemand, hè? Ik kan het tegen, maakt mij helemaal geen drol uit. Maar we moeten naar pagina 9 toe, want seks en mijn dochter, dat kan je zien, dat beslaat dus anderhalf pagina. Hè? Die staat dus in de vorige, dat is gewoon een geile kleuter nummer 9. Dat is heel makkelijk, dat is allemaal heel eenvoudig. Zeg maar 13 hoofdstukken over 13 pagina's. Dit is seks en mijn dochter. Nou, weer een hele pagina, oeh wat lang zeg. Dan krijg je nu primair onderwijs. Afsluiting. Het was mooi weer. Mijn dochter had de zorg over mijn zoon die dag. Ik moest samen met zijn biologische moeder naar het oudergesprek. Een regulier gesprek, dacht ik. Cijfers, helemaal oké. Mag ik even plassen? Vroeg zijn biologische moeder nadat ze hoorde dat alles hunky-dory was. Ze sloeg de deur duidelijk dicht. De leider keek me hemels aan en vroeg of ik even wilde kijken. Ze rommelde wat in een la en trok een dossier tevoorschijn. Ik mocht niet alles zien, maar mijn zoon stond bovenaan. Bijna 3 keer rukken per dag. En dan niet pontificaal midden in het klaslokaal, maar netjes op het toilet en in de pot...
stond goed op haar cv. Ze borg het dossier weer op. Het klaslokaal had zeil. Grijs zeil. En dat zag er koud uit. Ik stelde me voor hoe het zou zijn om daar in mijn blote kont op mijn buik op te gaan liggen en afwisselend mijn linker en rechterwang te koelen. Op haar vraag om te wachten op de terugkeer van het toilet van zijn biologische moeder, zei ik zachtjes na ja. We zwegen. Bij thuiskomst riep mijn dochter gelijk dat ze snel weg moest. Ze stond de spiegel schoon te maken die onder de tandpasta had gezeten. Het ging toch goed, hè? Zoiets straalde ze uit. Hij heeft pizza gehad en zit te internetten. Gelukkig was ik toen ze me alleen liet en ik niet hoefde te vertellen over wat ik had gehoord en gezien. Op het balkon kon ik mijn voorhoofd tonen aan de laatste zonnestralen van die dag en mijn ziel koelen met bier. Via de buitenlucht hoorde ik de internetgeluiden van de eerste verdieping. Regel, dubbele punt. Mooi weer is er alleen als je het ziet. Nou, we zijn nu toe aan hoofdstuk 11. Dat wat is Joris Demming. Dus, die begint ook heel mooi. Dat is hoofdstuk 11, Joris Demming, op pagina 10. En dit wordt lachen, jongen. Dan ga je echt geinen. Maar die ga ik de volgende keer doen. Want ik hou dit kort. Want jullie aanspanningsboog is er altijd zo kort. Daar klaagt men toch altijd over. Van Perry, jij bent zo langdradig. Net alsof wij kort van begrip zijn. Ja, daarom dus. Ik hou het lekker kort. Hé, dat was hartstikke leuk. En dus hoofdstuk 11 komt eraan, hè? Kan je echt... Ik maak dingen af, hè? I'm gonna finish them all, man. Ik ben Bob Marley, maar dan vervelender. Hè? Want Hollands. Hollanders zijn toch zo vervelend, of niet? Hè? Nee, liever. Het is allemaal grapjes. Het is allemaal satire. Maar wel... Een satire om jezelf vrij te maken van al die gedachten. Ik pak hem nog even terug. Wat heb ik hier nou opgeschreven? Mijn dochter had de zorg over mijn zoon die dag. Mijn dochter die kan het wel. Ja, kijk, en dan hier dus dat gedoe met rukken, hè. Dat slaat op masturberen. Oh, nani. Dit kan natuurlijk helemaal niet. Dat ze een lijst hadden bij het primair onderwijs met hoe vaak rukken de jongens op het toilet. Dat kan toch niet. Kijk, als je opzettelijk liegt, spreek je de waarheid. En is er sprake van seksuele toestanden op het primaire onderwijs? Jazeker. Dat doen ze gewoon aan. Ik vind dat smerig. Ik vind het toch smerig om de jongen die stijve paal in zijn broek had, dat hij niet geboren mocht worden. Dat vind ik ook smerig. Dat vind ik net zo smerig eigenlijk. En dat gezeur over dat zeil dat er grijs en er koud uitziet. Het is alleen maar... Dat moet je niet serieus nemen. Dat heb ik gewoon verzonnen. Voor de rest is het allemaal waar. Hè? En ook dat bij thuiskomst riep mijn dochter gelijk dat ze snel weg moest. Kijk, zo is zij. Zij vraagt ook regelmatig aan mij van pap, en dan moet ze bij mij eten, want ze heeft momenteel, ze is 17, dus ze kan overal eten. Pap, we eten toch wel op tijd, hè? Want ik moet er de deur uit. Maar zo is dat kind. Als het zomer is, vroeg eten, en dan hop, de deur uit. En dan gaat ze wandelen met haar vriendenkring.
En dan gaan ze ook nog naar de snackbar hier in Arnhem-Zuid, aan de andere kant van die Uiterwaarden. En dan vraag ik aan haar, hoe hebben jullie met z'n achten voor maar €5 of zoiets kunnen snacken? En dan zegt mijn dochter, nou pap, we hebben gewoon één frietje gekocht met de goede saus en een flesje Spa Rood. Dus ja, ik had er niet eens geld mee gegeven. En de spiegel schoonmaken, dat is een goeie, hè? Want als je gaat tanden poetsen, dan spuit de spiegel onder de tandpasta. Weet je dat nog? Hij heeft pizza gehad en zit te internetten. En op het balkon kon ik mijn voorhoofd tonen aan de laatste zonnestralen van die dag. Dat klopt. Dat kan je echt doen. En dit is natuurlijk weer niet waar. Via de buitenlucht hoorde ik de internetgeluiden van de eerste verdieping. Ja, dat is dus waar mijn zoon zit. Het is alleen maar satire. Maar die regel die eronder staat, die klopt. Snap je hem? Nou? Het klinkt wel een beetje smerig, dit essay. Met tandpasta en pizza, waarvan je denkt, ik lust geen tandpasta op mijn pizza. Maar wat hieronder staat als regel, is waar. Zo gaan die dingen. Je moet waarderen wat je wel hebt. Nou, dank jullie wel dat jullie hiernaar geluisterd hebben. Ik ga nu kijken hoe lang dit geduurd heeft. Dag, lieverds.